informatie voor wensen is genomen. Israël verwacht ook dat Nederland ondubbelzinnig tegen zo'n stop zal optreden. Bemiddelaarsbedrijf Westment in Putten zegt er eind vorig jaar voor te hebben gezorgd dat de gijzelaars Jurrit Spiegel en Boudewijn Berendsen in Jemen zijn vrijgelaten. De onderhandelingen duurden een half jaar. Over het verloop van het proces wil Westment niet zeggen. Berichten dat onder vermogende Nederlanders geld is ingezameld, spreekt het bedrijf tegen. En duizenden illegalen die medicijnen nodig hebben, komen in de problemen, omdat ze de eigen bijdrage voor geneesmiddelen niet kunnen betalen. Sinds dit jaar moeten illegalen die geen zorgverzekering hebben, per medicijn 5 euro afrekenen. Illegalen hebben geen inkomen en zijn volkomen afhankelijk van anderen, zeggen de hulporganisaties. Dat zijn de hoofdpunten.